eerder dat het zo heel erg warm is geweest. Met wat vierbanden onder andere van Apeldoorn daar in de heide. En daar is ook defensie voor ingezet om te blussen, dat het voor de brandende op de grond heel moeilijk is om daar bij te komen. Normaal gebruikt de vliegtuig de hele. Dan valt hij naar beneden en dan bouwt hij meteen weer snelheid op. Dus dan kun je er super langzaam mee vliegen. En dat was natuurlijk ook heel mooi, omdat ook dit vliegtuig gemaakt is om op stukjes autoweg, wat afgezet werd, hele korte stukjes te starten en te landen. Kijk, dan kun je ook zien aan dat landingsgestel. Dat is twee wielen, zoals het heet, in tandem. En dus achter elkaar. En het voordeel daarvan was weer dat je bij een lekke band veel minder risico hebt. Het is discutabel. Ja, de Zweden vonden het mooi. Die eendvleugel in de kleine luchtvaart, vrienden, is. Met de auto's eigenlijk, maar deze, ja, die is onmiskenbaar herkenbaar uit Duitsland. Die twee vleugeltjes voorop, die ook zorgen dat het vliegtuig in de juiste stand komt en zo kan landen. En misschien, heel misschien, denk je daar niet, maar het toestel heeft ook al reverser, dus die kan dus. Op deze manier goed te vliegen nu en laat u ook zien hoe makkelijk het vliegtuig beweegt. Het is echt nog een toestel dat met hydraulica werkt en met. Dat dan ook weer wel. En u zag het landingsgestel, dat zijn twee wielen. Und das ist für alle Leute, die sich auf die Augen.
Platzverhältnis, wo wir auch in der Schweiz gefahren wird, kann man auch wieder zu fahren. Saab 37 wird genau da winken zum Zuge für eine tolle Leistung, die er uns da am 2019 gezeigt hat. De Sia Marchetti, een Italiaans ontwerp, Sia Marchetti 260. Eigenlijk ontworpen als driesje van militaire trainer en ook privé vliegtuig. Hij wordt ook als privé vliegtuig gebruikt over de hele wereld. Het is ontworpen door Stelio Prati, een van de beroemde vliegtuigontwerpers uit Italië. We kunnen daar niet alleen kleding, schoenen, auto's en dat soort dingen ontwerpen, maar ook vliegtuigen. De vier Sia Marchetti's zijn eigenlijk heel vergelijkbaar met de Fokker 4 dat we eerder zagen. Fokker 4 uit de jaren 40 natuurlijk het vliegtuig. Dit vliegtuig uit de jaren 60. En iets bedoeld van hetzelfde, namelijk de intercepteringsopleiding van alle vliegers die uiteindelijk bij de Belgische luchtmacht op de Adjusting komen, of op de Hulk, of op de Mirage. Een geweldig vliegtuig eigenlijk om alles mee te oefenen. Onder andere het formatievliegen. Wat we hier zullen doen, zoals getoond door de Red Devils van onze zuidenburen.